Hallo, kijkers en kijkerzinnen. Bij een gloednieuwe packopening. Het is weer eens tijd om van die Pokémon pakketjes te openen. Oh, ik zie dat de overleven van de vorige keer er nog op staat. Die ga ik natuurlijk heel even wijzigen. Leuk dat jullie in ieder geval weer kijken. Even de juiste overleden bijpakken. Natuurlijk gaan we Lost Origin openen. En Lost Origin is de gloednieuwe box die uit is gekomen afgelopen vrijdag, een paar dagen geleden. En ja, eigenlijk is de bedoeling dat we die gaan openen vandaag. We gaan weer gewoon met de eerste helft, doe ik weer een recap. En als ik die recap heb gedaan, dan gaan we door naar de volgende helft. Laten we eens gaan kijken wat de eerste pack art is. De eerste pack art is deze vet coole... Hoe heet deze bitch ook alweer? Het is de vierde genie. Immortus of zoiets, zoiets is het in ieder geval. Misschien dat we de kaart wel krijgen, dan kunnen we het wel zien. Maar dat is in ieder geval de eerste packard en ook het eerste pakketje wat we gaan openen. Ik heb nog heel weinig gezien van wat er in deze packs zitten. Dus dat is alleen maar leuk, want ik heb dus eigenlijk geen idee waar we naar kijken. Ik weet wel dat er, als het goed is, shinies in moeten zitten aangezien, en dat zullen jullie zo meteen wel zien, een van de pack arts shiny Gardevoir heeft. Dus daar ga ik wel heel vanuit dat die mogelijkheid er is. We beginnen in ieder geval met deze vet coole Metal Energy. Torkoal. Arezu. Relicant. Makuhita. Bronzor, Falinx, Poliwag, Oddish, oh, Glastrier, oké. En een holographic Sableye met holographic, oeh, dat is vet, die holographic hieronder zo. Holy shit, dat is heel vet, dat wist ik niet. Oh, dat is echt gaaf. Ik ben benieuwd dat als je dan normale Sableye krijgt, of die dan zeg maar... niet holographic ook dat spul eronder heeft. Dat denk ik niet. Best wel vet. Oké, nou hebben we het eerst alweer geleerd. Zo. Gaan we door naar het volgende pakketje met deze art. En dit is dus de art waar ik het over had. De art met de shiny Gardevoir. Dus ik ga ervan uit dat de shinies in deze set zitten. Daar ga ik in ieder geval van uit. Of dan wordt het weer als Radiant genoemd zijn. Denk het wel, want het hoort een beetje bij de Sword and Shield generatie. Dat ze Pokémon kaarten die shiny zijn Radiant cards noemen. Zo heb ik al een Heatran en Charizard. Ik denk dat het is, Heatran en Charizard. Die ik al heb. Maar dan moeten we even kijken of dat nog steeds zo is. Het volgende pakketje zit namelijk... een Water Energy, Damage Pump, Dottler, Seedra, Seedot, Horsey, Meditite, Shellos, Mienfu, Lickitung en een Dustox. We hebben hier Dark Energy, Swanna, Hariyama, Nuzleaf, Hisuian Zorua, wat gewoon nog steeds een hele vette kaart is, Paras, Inkay, Hisuian Basculin, Jinx, Reverse Holo Arcphone en een normale Mimikyu. Wel een vette art overigens. En dan gaan we met de laatste pack art. Ik weet niet of ik net de pack art van net heb te zien, maar dat is in ieder geval een Hisuian Zoroark. Dit is de laatste pack art van Giratina, die ook op de Elite Trainer box staat als art. Yo, Myra, welkom bij de stream. Oeh, kijk eens met welke kaart we beginnen. We beginnen met zo'n rare V-Star kaart.
De eerste keer dat ik die had, dacht ik echt van, what the fuck. Cascoon. Lampent. Alles is zeker goed. Hoe is het met jou? Ambipom. Murkrow. Shuppet. Wurmple. Phantom. Dynamo. Poliwhirl. En Landorus. Ik laat geen codes zien. Helaas. Met jou ook mooi zo. Zo. Jammer van die codes is dat TCG Live volgens mij nog steeds niet uit is. Dat vind ik echt. Ik heb nog zo'n stapel met codes liggen. Maar ik wacht totdat die TCG Live uit is. Grass Energy, Bronzong, Colrus Experiment. Oh, Colrus heeft ook van die vage dingetjes eromheen. Oh, en deze Porygon 2 ook. Binnacle, Porygon, Ducklet, Blipbug, Finian, Reverse Holo Seedot. En mijn eerste V van vandaag, Aerodactyl V. Je had eerst TCG Online. Dat bestaat volgens mij nog steeds half. Alleen, ze zouden uitkomen met Pokémon TCG Live. Alleen, de laatste keer dat ik keek, bij de laatste box opening, was het nog steeds niet uit. Ik heb dus daarom nog echt een super dikke stapel. Hey, daar hebben we Sander. Welkom. Trio. Oeh, je streak verloren gegaan. Ja, dan ben ik waarschijnlijk te lang niet echt meer live geweest. En dat klopt ook wel. 2, 3, 4. We beginnen met een Lightning Energy. Licky Licky. Relicant. Lost Vacuum. Inkay, Hisuian Basculin, Phantom, Makuhita, Electrike. Oeh, Alternate Art Gengar. Deze kaart is heel vet. Een hele vette kaart. En de laatste is een Holographic Darkrai. Nice, die Gengar is heel vet. Ik weet ook niet hoeveel die waard is, dus die ga ik denk ik even hard... een hardcover geven. Totdat ik zeker weet dat hij niet zoveel waard is. Inderdaad, Kaboom. Kaboom is inderdaad het juiste woord daarvoor. Nou, hij moet eigenlijk iets dieper die dingen en zo. Hele vette kaart. En laat ik die Darkrai ook even sleeven. Nice. Nee, ik weet niet of Seeking in deze set zit, Sander. Fighting Energy, Carbink, Komala, Thornton, Murkrow, Litwick, Horsey, Mawile, Shellos, Reverse Holo Hunchcrow en Benet. En weer met die vage omlijning. Ik weet niet zo goed wat het inhoudt, maar Sander, jij bent wel de TCG master als het gaat om de game, dus misschien weet jij dat. Nou, het pakketje gaat lastig open, maar het is gelukt.
Fire Energy. Hey, welkom op Zwijnstein, Lollo. Hariyama. Haunter. Poliwhirl. Inkay. Blipbuck. Finian. Spinarak. Paris. Reverse Holo Lost City. En Spiritomb. Hebt die Ziggo al anderhalf jaar niet aangeraakt? Oké. Ik dacht dat jij hier de Pokémon Master was, maar helaas. Helaas niet. Milan, hebben de theorie over wie is de mol locatie al gehoord? Ja, Namibië. Ik denk ook dat het waar is. Dit is een Psychic Energy. Gift Energy. Abomasnow. Lost City. Electrike. Lovedisk. Gligar. Wurmple. Rhyhorn. Reverse Holo Beautyfly. En een Boevaland. Och, daar gaan de codes weer, vragen weer hoor. Er zit iemand gewoon lekker af te struinen. Gebeurt elke keer als ik aan het openen ben. Here we go, ja precies. Net als op jouw TikTok, Myra, here we go. Metal Energy, Lake Equity, Luminion, Mirage Gate, Litwick, Goomy, Slugma, Clefairy, Apom, Shiny Steelix. Holy shit, deze kaart is fucking vet. Holy shit, deze kaart is fucking vet. En, oh, wat een pack. Holy shit, wat een pack. Box of Disaster. Holy fucking shit. Deze wow, yo. Magische poeder indeed. Holy shit. Wat een pack. Of ja, what the fuck. Je zou maar deze box hebben staan in een winkel en iemand pakt dit packje eruit. Dan ben je toch fucking blij. Holy shit. Heel vet. Ik ga ze allebei hard sleeven. Shiny Steelix. Kibooming. De luck, inderdaad. Dankjewel voor het clippie. Die moet ik even gebruiken voor mijn TikTok. Dat heb ik alweer door. Oh. Nice. Oké. Okay. Ik ben nu al tevreden over deze box. En we hebben nog 3/4 te gaan. Je bent officieel rijk nu. Nice. Ik weet niet hoe nieuw ze zijn, Sander. Maar anders heb ik ze nog niet gezien. V-Star. Roserade. Sligoo. Electric. Hisuian Sorua. Snover. Machop. Pikachu. Jinx. Ik weet dus niet hoe speciaal het is. Maar dit is gewoon een alternate art Parasect. Holy shit. En Porygon-Z. Is de tweede alternate art van vandaag. Ik ben benieuwd hoe zeldzaam die zijn. Nee, ik heb ze dan nog niet gezien, Sander. Is een fucking vette kaart, toch? Oh. Ja, echt vet. Nice.
Ja, dat denk ik dus ook, Sander. Ja, ik heb inderdaad in vorige boxen heb ik ook dingen gehad. Alternate Arts. Oh, fuck. Oh, ik heb de hele kaartvolgorde heb ik volgens mij verpest nou. Ik heb ze laten vallen. Ik denk dat het niet meer klopt, maar we moeten maar even kijken. Oh, dan wachten we eventjes. Dankjewel, Paddy, voor het maanden, voor de 22... voor het maanden. Voor het abonneren voor de 22e maand alweer. Dankjewel. Mary Jam. Miss Fortune Sisters. Mencho. Lickitung. Slugma. Clefairy. Apom. Spinarak. Reverse Holo Bronzor. En Magearna. Is ook veel, Sander. Is ook veel. We hebben hier de Dark Energy. Panic Mask. Seedra. Rhydon. Shellos. Hisuian Growlithe. Ducklet. Rockruff. Seal. Reverse Holo Rockruff. En daar hebben we de Holographic Barbaracle. Weer met die rare swirl eromheen. Ik denk dat het een soort van nieuwe tactic is in de TCG, maar ik heb even geen idee wat. Even kijken. Zo. Ja, de effecten zijn ook glossy. Ja, dat is wel vet. Ik had ook al een Sableye die dat heeft. Ja, ik denk dat... echt met de strategie in deze set te maken heeft. Lost City strategie of zoiets. Net als een beetje als Toon World in Yu-Gi-Oh! Ik denk dat sowieso Paddy, maar misschien jou dat ook wel wat zegt, Sander. Nee, vandaag hebben we er geen zin in. Dat zou heel sad zijn. Wacht, misschien bij de volgende kaart. Die interessanter is voor de camera? Nee. Ja, daar is die. Gloom. Gastrodon. Arcphone. Squovet. Phalanx. Poliwag. Oddish. Hisuian Growlithe, Reverse Holo Buffaloing en een Dewgong. The cam is done, inderdaad. nee, die kaart heet Toon World. En ik ben geen Pokémon, ik ben geen Yu-Gi-Oh! Expert. Maar die kaart heet Toon World. Lightning Energy. Ja. Ik zei het bijna verkeerd. Ja, Lampent. Iskan. Dottler. Mienfu. Litwick. Lickitung. Horsey. Shuppet. Reverse Holo Kingdra en een Pidgeot V. Oh, wel vette kaart. Ja, oké, maar ik had het niet over de betere variant, maar ik had het over de originele variant. Van mijn boy Pegasus. Kaiba boy. Zoals Pegasus zou zeggen. Hisuian Sligoo, Electric,
Toolbox, Goomy, Bronzor, Snover, Jinx, Inkay, Litwick Reverse Holo en een Greedent. Ja, toen het allemaal nog simpel was. Fire Energy, Lost Vacuum, Silcoon, Lady, Yasuian Crowlith, Seedot. Sander, jij zit ook in deze TCG set, ik ben trots op je. Tynamo, Litleo, Reverse Holo Roserade en een Giratina V-Star, die moet veel waard zijn. Oh, holy shit, Giratina V-Star. Hele vette kaart. Magische poeder. Heel ziek. Ja, heel vet. De derde goede kaart van deze pack opening. Nou, we hebben ook een paar alternate arts gehad die vet waren, maar echt qua super goede kaarten, de derde. Wat een boel, gewoon zo'n sluk, maar inderdaad. Hallo? Oeh, is die Giratina 14 euro? Holy shit. Sviper, Galarian Stunfisk, Box of Disaster, waar we al de gouden versie van hebben, Litleo, Gastly, Ducklet, Hisuian Zorua, Binnacle, Reverse Holo Meditite en een Polybreath. Betekent dat we halverwege zijn en halverwege betekent altijd een recap van de goede kaarten. We hebben tot nu toe gepakt Pidgeot V, Barbaracle, Gengar Alternate Art, Parasect Alternate Art, Holographic Darkrai, Aerodactyl V en Holographic Sableye. En natuurlijk, qua de allervetste kaarten, Giratina V-Star, Box of Disaster, Secret Rare en Shiny Steelix, Kabooming. Hoezo heb ik Sluk maar niet gesealed? Die heb ik in een kluis gestopt, Sander. Daar mag geen zonlicht bij komen. Vandaag hebben we veel moeite, hè? De laatste 3-4 keer is het eigenlijk hartstikke goed gegaan met het scherpstellen, maar nu wil die niet. Maar deze Doddler wil die wel scherpstellen. Kijk, Doddler, Seedra, Torten, Makuhita, Electrike, Murkrow, Shuppet, Wurmple, Reverse Holo Lady en Politoed.
Energy, weer een Dottler, Panic Mask, Seedra, Mawile, Kalmisch Leukma, Clefairy, Roselia, Porygon, Reverse Holo Makuhita en deze Pyroar is erg vet. Nou, mijn cam is niet goed genoeg voor om naar gezichten te kunnen kijken. Hoezo packluck? Als je een box... Ik moet toegeven, Sander, die drie kaarten die ik gepackt heb, dat is inderdaad al heel vet. Een Rainbow Yamper, daar ga ik hem doorscheuren. Als ik een Rainbow Yamper zou voelen. Fire Energy, Lampent, Gift Energy, Lost City, Spinarak, Paris, Inkay, Baskalin, Phantump, Reverse Holo Mienfu en een Delphox V. Ook alweer met die rare swirl erbij. Ik ben echt benieuwd wat dat moet voorstellen. Oké, ga jij maar douchen, Perry. Jij bent niet klaar, denk ik, voordat ik klaar ben met deze box, maar... Psychic Energy. Lady. Lampent, Iskan, Love Disc, Phalanx, Poliwag, Gligar, Goomy, Manectric Reverse Holo en een Stonejourner. De hunnebed van Pokémon, of niet, Sander? Oh fuck, moment. Dat was jouw huis, oké. Okay. Oh, is prima, Perry. Sander is echt een joke. Oké. Hé, hey, hoe kan Relicant beginnen? Iets gaat niet goed. Zo. Dacht al, hoe kan ik nou met een Relicant beginnen? Metal Energy, Relicant, Lost Vacuum, Gastrodon, Roselia, Porygon, Inkay, Blipbuck, Finneon, Reverse Holo Cascoon en Raichu. Wow, echt onaardig ben je weer, Sander. Het is echt... Jouw onaardig doen dag is het vandaag. Oké. Dat is inderdaad niet onaardig. Sorry, Sander. Ik hou van je. Relicant. Lost Vacuum. Zilkoon. Machop. Pikachu. Jinx. Litwick. Oddish. Reverse Holo Goomy. En Drapion V-Star. Even kijken. Ja, hij is wel paars, denk ik. Slecht te zien. Het kan zomaar een rode zijn en dan is hij shiny. Shiny Sparkles. Yeah. Nice, weer een vette kaart.
Magische poeder, inderdaad. Hebben jullie mijn nieuwe tunes ook allemaal gezien? Ik heb 3 nieuwe tunes volgens mij voor toegevoegd. Een Darkness Energy. Porygon 2. Lake Equity. Nuzleaf. Blaming the Drift, inderdaad. Gligar. Goomy. Mawile. Kalmie Slugma. Clefairy. Inkay. Since You've Been Gone. Cramorant. Oh, allemaal tegelijk. Oh jee. Since You've Been Gone, inderdaad. En dan hebben we natuurlijk nog de Grass Energy, Nuzleaf, Torkoal, Rizu, Ducklet, Rockruff, Seal, Hisuian Sorua, Snover, Reverse Holo Electric en Holographic Kingdra. Ik merk dat ik had een stapeltje met oude sleeves neergelegd. Alleen die zijn nu op en nu die nieuwe sleeves gaan een stuk makkelijker. Ik vraag me nou af of je bullshit aan het vertellen bent, Sander, of niet. We gaan door naar de Lightning Energy, Arcphone, Medicham, Misfortune Sisters, Litwick, Oddish, Lovedisc, Phalanx, Poliwag, Reverse Holo Jinx en Hoopa, it's Hoopening. Is die vuurenergie toevallig zeldzaam omdat ik daar een specifiek deuntje voorbij heb die best wel aansluit op vuurenergies? Die gaat helemaal fout. Zo. Echt met Mongol lekker spelen. En voor de Fire Energy kregen ze een punt. Zoals voor V&V Max. Wat? Oké, maar ik denk meer dat dat gewoon een vinnetje is van hun dan dat het echt zeldzamer is. Ik denk het niet namelijk. Toevallig omdat hij lid is. Windup Arm. Machoke. Mirage Gate. Ghastly. Ducklet. Hisuian Sorua. Ik zie zwarte randjes. Oh jee. Binnacle. Goomy. Oh, ik heb het dus. Oh, huh? Die Enamorous V. Wow, dit is een hele rare kaart. Dit is een hele vette kaart. Het is een full art of zo? Oh! Het is een. Het is een alternate art. Hij voelt super raar aan. Ondanks dat je hem niet vet vindt, Sander, is dit volgens mij een hele bijzondere kaart. En hij is best wel vet, deze kaart. Hij voelt super raar. Een beetje zo ribbelig. Holy shit. Dit is echt een vette kaart. Ik ga straks eens op Card Market kijken wat die kaart is. Er zat trouwens ook nog een holographic Snorlax bij. Voor als je het wel weet. Ik weet niet. Ik vind Enamorous helemaal niet zo heel
erg of zo. Fighting Energy, Arezu, Porygon 2, Golras Experiment, Inkay, Squavet, Phalanx, Poliwag, Oddish, Toolbox Reverse Holo en Ingredient. Zou ik nog een shiny kaart krijgen? Ik hoop het wel, zou echt vet zijn. En Fire Energy, Poliwhirl, Licky Licky, Lumineon, Horsea, Meditite, Shellos, Mienfu, Litleo, Clefairy Reverse Holo en een Goodruff V, een Hisuian Goodruff V. Psychic Energy, Lumineon, Mirage Gate, Torkoal, Binnacle, Goomy, Bronzor, Snover, Jinx, Reverse Holo Clefable en Rhyperior. Zijn bij de Metal Energy, Fantina, Gastrodon, Haunter, Murkrow, Shuppet, Wurmple, Dynamo, Seedot, Reverse Holo Ambipom en een Holographic Vileplume. Een waterenergy. Electric, Swanna, Gloom, Mienfu, Litleo, Ghastly, Ducklet, Hisuian Sorua, Ducklet en Dustox. Dustoxing. Ik heb het gevoel dat hier iets goeds in zit. Dat zeggen ze in Zuid-Engels. Nice, Sander. Electric. Rhyperior. Gloom. Inkay. Basculin. Phantump. Makuhita. Electrike. Malamar. En Landorus. Er zat toch niks goed in. Ik voelde dat er iets goeds in zou zitten, maar ik loog. Nog twee pakjes, jongens en meisjes. Dames en heren. Koeken en peren. Ja. Yeah. Mienchao, Lady, Hisuian Sligoo, Dynamo,
Seedot, Horsey, Meditite, Shellos, Shiny Gardevoir, Kabooming, Sea, en Boovaland. Shiny Gardevoir it is. Heel ziek. Shiny Gardevoir. Bling, bling. Heel ziek. Tweede shiny en nog één pakje te gaan. Nice. Eén pakje te gaan. Ik vind dit nou al een vette set. Omdat al die shinies erin zitten. En dan? En ik zie hartjes. Kabooming. We hebben een grass energy. In het laatste pakketje. Het laatste pakketje moet wel goed in zicht zijn. Anders zou dat zonde zijn. Rhydon. Roserade. Hisuian Sligoo. Inkay. Blipbuck. Finneon. Spinarak. Paris. Nice. Alternate Art Bennett met Phoebe op de achtergrond. En Poliwrath. Nice. Alternate Art Bennett met Phoebe op de achtergrond. Poobe. Nice. Zeker een leuke pool om te krijgen in het laatste pakketje. We gaan eventjes door alle kaarten heen. Namelijk. De Bennett. De Vileplume. De Goodraffy. De Snorlax. De Kingdra. De Delphox. De Pyroar. Aerodactyl. Darkrai. Alternate Art Parasect. Alternate Art Gengar. Barbarical. Pidgeot V. En Holographic Sableye. En dan naar de vier of vijf vetste kaarten. Vijf vetste kaarten die we gepoeld hebben vandaag. Die moet ik even om de beurt doen, want anders vindt hij dat niet leuk. Radiant Gardevoir, oftewel Shiny Gardevoir. Enamorous V Alternate Art. Drapion V-Star. Shiny Steelix. Box of Disaster, Secret Rare. En de Giratina V-Star. Voor iedereen op YouTube, bedankt voor het kijken van de opening van de Lost Origin Booster Box. Dit is een van de beste boxen die ik tot nu toe geopend heb. Zoals jullie ook wel misschien in alle andere dingen hebben kunnen zien. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de opening. Dit is ook een hele vette set omdat er de shinies in zitten. Dus houd het kanaal in de gaten voor verdere openingen. En tot de volgende keer.